Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. In deze video ga ik jullie mijn avondroutine laten zien. Dit is dus mijn routine die ik doe elke keer voordat ik naar bed ga, voordat ik ga slapen. En het leek me wel leuk om dit aan jullie te laten zien. Ik heb ook een vrij betaalbare avondroutine en een vrij makkelijke, want ik ben nooit echt te moeilijk omdat mijn huid best makkelijk is. Dus ik hoef ook niet te moeilijk te zijn. Vergeet ook niet alvast te liken en te abonneren als je nog niet bent geabonneerd. Het kan helemaal gratis hier beneden. En dan gaan we snel door naar de video. Nou, ik begin mijn avondroutine altijd hier aan mijn bureau, waar ik ook toevallig mijn video's maak. Het allereerste wat ik doe is mijn haar. Ik heb vaak nog wat nephaar in. Met stijlhaar heb ik een aantal clip-ins in en met krullen heb ik altijd nog één clip voor extra boost in. Die ga ik er altijd als eerst uithalen. Ik heb dus dit in mijn haar. En dan maak ik altijd een hoge knot midden op mijn hoofd. Nou, als ik de knot heb gemaakt, doe ik mijn wimpers terug in hun wimperbakje, dingetje. Ik doe mijn wimpers ook altijd terug in het bakje, want als ik dat niet doe, dan ben ik ze echt weer kwijt over de volgende dag. Dus vandaar dat ik ze altijd weer mooi terug hierin doe en dan blijven ze ook gewoon mooi. Nou, dan ben ik hier klaar. Dan ga ik naar beneden naar de badkamer en ik neem jullie vandaag mee. Nou, daar staan we dan in mijn badkamer. Ik ga eerst mijn make-up er helemaal afhalen. Ik doe eerst mijn oogmake-up. Ik gebruik daarvoor de micellair water van Lidl. Of ik gebruik make-up doekjes. Mijn make-up doekjes zijn al op. Dus ik gebruik even deze. Normaal gebruik ik gewoon make-up doekjes van Action of van de Lidl. Meestal van de Action. En ik begin eerst altijd met mijn ogen. Ik blijf gewoon zo erop wrijven totdat het er helemaal van af is. Het lukt niet altijd in één keer, hangt er vanaf hoeveel make-up ik op heb. Ik denk dat het vandaag niet in één keer lukt. Er moet nog iets meer, want ik heb vrij veel oogmake-up op. En dat moet er wel even goed af zijn. En dan met wat er nog hierop zit, haal ik ook altijd mijn wenkbrauwen eraf. En met wat nog hierop zit, haal ik nog de rest van mijn wenkbrauwen eraf. Nou, dan gaan we verder met mijn gezichtsmake-up. Doe weer precies hetzelfde als met mijn ogen. Ik pak weer wat micellair water. En ik ga het er gewoon helemaal zo afhalen. Ik moet wel zeggen dat dit sneller gaat met make-up doekjes. Maar ja, die zijn al helaas op. Nou, ik heb ongeveer 4 wattenschijfjes gebruikt voor mijn gezicht. Maar dat is wel genoeg zo, maar ik ben nog niet klaar. Nou ga ik mijn gezicht nog een keer schoonmaken met de reinigingsgel van de Kruidvat. En ik gebruik dit apparaatje van de Action. Dit apparaatje komt in een pakketje met een gel, maar ik vind die gel niks. Dus ik combineer het met deze. Ik heb ook een video gemaakt over dit apparaatje. Als je even hierboven, daar of daar klikt, dan kun je even die video ook bekijken. Dan kun je kijken of deze misschien ook iets is voor jou. Maar ik weet niet of die er nog is bij de Action. Want het is al wel een tijdje geleden. Ik pak altijd zo een beetje gel. En ik doe dat gewoon zo op mijn hele gezicht. En dit maakt mijn gezicht dan ook echt goed schoon. En dan ga ik het zo met dit apparaatje helemaal inwrijven. Als jij dit apparaatje ook hebt, druk niet te hard op je huid. Want anders beschadig je gewoon echt je huid. En ga ook niet te lang door, want ook dat is niet goed voor je huid. Ze raden aan 10 seconden per wang. En dan 20 seconden voor voorhoofd, neus en hier je kin. Nou, ik ben niet de type persoon die dat echt gaat bijhouden. Ik ga gewoon een beetje op en neer en ja, dan ben ik gewoon klaar. Nou, ik ben klaar. Kijk, dus er nog allemaal make-up op mijn gezicht. Deze kun je er gewoon zo afhalen. Ik ga nou even die schoonmaken en mijn gezicht wassen. Nou, ik heb mijn hele gezicht gewassen. Wat vinden jullie trouwens van mijn trui? Kijk hoe leuk. Zo, hier is hij zo wijd. Super leuk. Deze is gewoon van de Primark. Super goedkoop. Ik heb hem ook laten zien in mijn unboxing. In mijn laatste unboxing. Maar daar had ik hem niet aan. Dus nu kun je hem ook aanzien. Oké, we gaan even verder met wat we aan het doen waren. Dit is dan vaak het moment dat ik een maskertje opdoe. Als ik er behoefte aan heb. Vandaag heb ik er niet echt behoefte aan. Ik gebruik ook niet speciale maskers. Ik koop altijd gewoon random overal maskertjes en ik doe die gewoon op. Maar vandaag heb ik niet echt behoefte aan een masker. Dus ik sla het over en ik ga gewoon verder met de laatste. En als laatste nachtcreme. En ik gebruik de Hydra Active Derma Renewal Hydra Reshape. Het hele verhaal. Ik gebruik deze in ieder geval. Het is echt een heel verhaal. Ik weet ook niet van welk merk het is. Maar ik vind hem wel heel fijn. Ik heb die ooit gratis gehad in een beautybox. Dus vandaar dat ik hem gewoon gebruik. Hij is wel bijna op. Als deze op is, heb ik ook nog gewoon een nachtcreme van de Kruidvat die ik dan gewoon gebruik. En qua dag- en nachtcreme gebruik ik altijd een hydraterende. Want ik heb een hele droge huid. En ik doe altijd best wel veel op. Mijn gezicht wordt altijd helemaal wit. En dan smeer ik het door gewoon tot aan mijn nek. En ik blijf gewoon doorsmeren totdat het wit er weg gaat. En dan ben ik klaar. Dan ga ik gewoon altijd nou naar bed. In bed ga ik altijd nog een serie of een film kijken op Netflix. En meestal val ik dan echt
in scène 1 al in slaap. Ik ben geen avondmens, maar echt een ochtendmens. Ik heb altijd al heel vroeg slaap. Ik slaap al rond 11 uur. En ik ben altijd automatisch vroeg wakker. En met vroeg wakker bedoel ik rond 9 uur. Als ik geen wekker zet, ben ik altijd rond die tijd wakker. En als ik uitgeslapen heb, ben ik 11 uur wakker. Dus ja, that's it. Nou, dit was dan het einde van mijn video. Dit was dus mijn avondroutine. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. Laat ook even in de reacties weten wat jullie routine is en welke producten jullie gebruiken. Dan kan ik die ook weer proberen en nieuwe dingen uitvinden. En dan hoop ik jullie snel te zien bij mijn volgende video. Doeg!